bij goed keepen bij een club als Ajax hoort ook bepaald gedrag bij. En het gedrag wat Onana heeft laten zien is wat mij betreft niet wat bij een topclub past. Liever pasveer dan die rat. Ja. André Onana is vanaf vandaag weer speelgerechtigd voor Ajax. En de grote vraag is dan ook, gaat Erik ten Hag hem gebruiken in de selectie? De fans van Ajax die zijn in ieder geval duidelijk. Hij heeft zich niet heel erg loyaal opgesteld naar de club. En loyaliteit en vertrouwen is volgens mij dat waar het ook bij voetbal om gaat. Als die verhalen waar zijn, wat ze allemaal zeggen, dan denk ik inderdaad dat hij niet meer moet spelen. Nee. Dat is een rat. Die willen we niet meer. Die willen we niet meer zien. Liever pasveer dan die rat. Ja. Laat Onana een nieuwe club vinden waar hij zich weer lekker kan uitleven. En wat mij betreft, klaar. We hebben nu Pasveer, dus de koning, en laat die lekker blijven staan, wat mij betreft. Natuurlijk, 2 goals tegen in de Eredivisie. Ik denk als hij zo blijft doen, dan moet hij zeker blijven staan. Als je zoiets flikt, als jij doorbetaald wordt door onze club, en dan vervolgens verdedigd wordt, en dan vervolgens nog niet gaat bijtekenen en gratis de deur uitloopt, dan hoeven we dat niet. Ik vind Onana met afstand de beste keeper. Maar bij goed keepen bij een club als Ajax hoort ook bepaald gedrag bij. En het gedrag wat Onana heeft laten zien is wat mij betreft niet wat bij een topclub past. Ik kom zelf uit de buurt van Deventer. Ik ben fan van Ajax, maar ik kom ook regelmatig bij Go Ahead Eagles. Gorter is een fantastische keeper. Daar heb ik extreem veel vertrouwen in. Ja. En anders misschien zelfs Gorter een keer proberen. Ja, want die Gorter die kan aardig keepen. Die heb ik hoog zitten, zeker. Volgens mij zijn we voor de toekomst veilig gesteld. Ik heb er nog niet zo heel veel van gezien, dat geef ik eerlijkheidshalve toe. Maar wat ik ervan hoor, is dat wel een gast die de komende jaren het doel van Ajax kan gaan verdedigen. En Ajax moet het van de jeugd hebben, dus ook van Jay Gorter. Ik ben niet tegen, maar ik vind dat Gorter en Pasveer de credits verdienen en Onana niet. Maar tegen gaat me te ver. Dat statement van de F-site gaat me te ver. Ja. Pasveer die doet nu heel goed, dus hij hoeft voor mij niet erin komen. Voor mij ook niet meer. Is klaar. Ja.